Jarno van Vrachem, die zo zichzelf kon opvolgen als Belgisch kampioen. Jeroen van Houten was voor Stadion in Genk. Om 9:30 al starten de elite-renners zonder contract als opwarmer voor de beloften. Iets waar ze niet echt tevreden over zijn, want te weinig respect voor hun categorie. Traditioneel veel aanvallen zoals deze met de West-Vlaming Pascal Lievis, de Antwerpenaar Danny Dirks en de Oost-Vlaming Peter Schoonjans. Die lijkt het uit te houden tot aan de finish, maar in de voorlaatste ronde komt Mario Willems aansluiten. Even later gevolgd door favoriet Bart Heireweg, twee Oost-Vlamingen zijn dat. Maar ook zij raken niet meer weg en worden ingelopen door een omvangrijke groep. Het wordt een groepsprint gewonnen door Heireweg, tot vorig jaar nog prof en dit jaar goed voor 16 zegens. Ze hebben die belofte categorie gemaakt omdat die jongens meer prijzen zou kunnen rijden. Dus wij moeten ze ons niet minder aanzien als hen. Dat klopt niet. Hè. Jullie worden bestempeld als de kermiscoureurs. Ja, dus mannen zonder toekomst. Hè. Die maar rijden voor plezier. Maar ze doen maar hoor. Een vlak parcours in Genk, zo wordt gezegd. Maar er zitten twee nijdige hellingen en heel wat vals plat in. Mochten ook de beloften ondervinden. Halverwege de koers in totaal 162 kilometer wordt een kopgroep gevormd van 14. Met daarin de favorieten. Gert Steegmans en Nick Nuyens. Steven Kaathoven, Philippe Gilbert en Kevin De Weert. Opvallend vier renners van de domoploeg van Herman Frison die volgend jaar integraal verhuist naar Quickstep van Patrick Lefevre. En terwijl de rest van het peloton al op apengapen ligt door de slopende hitte, gaat De Weert aan de haal. Hij krijgt Nick Nuyens en Pieter Mertens mee. In die laatste ronde rijdt Nuyens weg. Hij neemt 15 seconden op intussen vier achtervolgers. De 22-jarige licentiaat communicatiewetenschappen uit het Antwerpse Bevel behoudt die voorsprong aan de streep. Philippe Gilbert wint de sprint voor Bartox en Pieter Mertens. Ik heb eerst vooral zekerheid. Mijn studies afgewerkt. Daardoor liep alles een beetje vertraging op. Maar dit jaar moest het min of meer gebeuren, had ik voor mijn eigen net gemaakt. En het ziet er niet slecht uit ook niet. Dus ja. Volgend jaar zou ik normaal gezien een stapje hoger moeten gaan. En dat zou bij Patrick Lefevre, bij Quickstep moeten.